Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Conor Rousseau, lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen, 26 jaar uit Sint-Niklaas. Vanuit mijn ervaring als hoofdleider Kampen Bijzondere Jeugdzorg en als ondernemer die eigen festivals en events organiseert, vind ik dat Vlaanderen het lef moet hebben om het anders en beter te doen. Een Vlaanderen mee met zijn tijd. Een Vlaanderen waar wie werkt, beloond wordt en iedereen die zijn best doet beloond wordt. Niet alleen een select clubje. En een Vlaanderen waar wie zorg nodig heeft, echt verzorgd wordt. En ook een Vlaanderen waar we ons iets goed mogen amuseren. Waarom stapt u in de politieke strijd? Eerst en vooral omdat ik het heel belangrijk vind dat jongeren zich engageren. Ik denk dat je niet alleen in de politiek moet zijn om iets te veranderen. Kijk maar naar de jongeren die op straat komen om impact te hebben op het klimaatbeleid. Kijk maar naar mensen die zich dag in dag uit inzetten voor, voor een ziek kind of voor zieke ouders. En zie maar naar, naar allerlei beroepen, eigenlijk jeugdverenigingen, andere verenigingen, mensen die zich in het veld inzetten voor anderen. Maar voor mij is dat politiek omdat ik het een bijzonder interessant gegeven vind hier in het Vlaams Parlement. Voor veel van mijn leeftijd is het een ver van uw bed show. En ik snap dat ook wel, er wordt vaak moeilijk taalgebruik gehanteerd. Uh, vaak uh, gaat het ook over dingen die niet iedereen echt boeien, om het zo te zeggen. Maar um, alles is wel politiek. De, de prijs van uw pintje, de BTW daarop bijvoorbeeld, uh, de subsidies die je sportclub krijgt, um, of je een trein hebt s'avonds nog of een bus, dat is eigenlijk allemaal politiek. En omdat ik toch vind dat, dat Vlaanderen beter kan, dat momenteel doet, denk ik, ja, je kan daarover zagen, je kan daarover schrijven en je kan ook gewoon... Daar zelf iets aan doen en proberen strijden voor je eigen idealen en zoveel mogelijk mensen daarvan te overtuigen. En dan lijkt de politiek mij uh, het, uh, het beroep bij uitstek om, uh, om dingen te veranderen in je omgeving. Welke quote heeft u gekozen? Wel, uh, aansluitend op wat ik daarnet al zei, een uh, Vlaanderen dat Vlaanderen meest met zijn tijd. Uh, ik vind dat als ik opgroeide, als ik jong was, denk ik dat Vlaanderen echt een pionier was op heel wat zaken. En ik vrees dat we um, door ja, verkeerde beslissingen, door besparingen, door een soort zuur dat in de samenleving gekropen is, um, al dan niet door te doen van sommige partijen, um, wij te weinig ambitieus zijn, te weinig lef hebben om het anders en beter te doen. En ik ga een aantal voorbeelden geven, zoals bijvoorbeeld zorg. We moeten daarin echt mee zijn met onze tijd. Er zijn in het buitenland heel wat voorbeelden hoe het, hoe het beter kan. Wij mogen echt... Um, het onaanvaardbare niet blijven aanvaarden, waarmee ik bedoel, er staan heel wat jongeren die zorg nodig hebben op een wachtlijst. Meer dan 5.000. Er staan nog steeds zeer veel mensen, personen met een handicap, op een wachtlijst om 14.000. En er staan heel wat senioren op een wachtlijst in de thuiszorg of op een wachtlijst voor een rusthuis. En ik denk, als we echt mee willen zijn met onze tijd, als we mensen, als we van politiek ook een positief verhaal willen maken, dan moeten we ervoor zorgen dat we mee zijn met onze tijd en dus wachtlijsten wegwerken. Maar twee, mee met onze tijd, dan um, Eerder op vlak van mobiliteit. Wij zijn een van de weinige regio's in Europa. We zijn zo'n rijk, rijke regio eigenlijk, maar we zijn een van de weinige regio's in Europa die geen nachtaanbod hebben bij op openbaar vervoer. Daar kan ik, ik bijvoorbeeld niet bij. Ik kan daar niet bij. Wij betalen belastingen, mensen dragen bij, mensen gaan werken, ondernemen, ze zorgen voor elkaar. Maar als je je s'nachts wilt verplaatsen, dan ben je altijd... De dupe eigenlijk, als je geen auto hebt of als je iets wilt uitgaan en iets wilt drinken. En als ik op schooldebatten zit, vertel ik altijd tegen de jongeren, 17, 18 jaar die daar zitten: kijk, ik ben zelf nog maar acht jaar weg van het middelbaar, maar er zijn wel al grote dingen veranderd en eigenlijk verslechterd. Want stilstaan is achteruit gaan, maar we, gaan, we staan zelf niet stil op sommige vlakken, wat voer, we gaan achteruit. Als ik 17 was, kon ik in Sint-Niklaas bijvoorbeeld nog um, tot 12 uur een bus nemen naar huis. Ik kom de laatste film in de cinema zien. Daarmee vergelijk ik het. Vandaag gaat dat niet meer. Vandaag is die laatste bus rond 10 uur. En dat is eigenlijk echt dramatisch, waarbij dat je dus het niet inlepelt bij jonge mensen dat die bus een volwaardig alternatief moet zijn altijd. En dat je eigenlijk van jongs af aan jongeren moet meegeven uh, om dat openbaar vervoer te gebruiken, als het mogelijk is. Het is niet altijd mogelijk, maar bij mij was het mogelijk. En nu is het niet meer mogelijk voor mensen die nu 17, 18 zijn en ik vind dat echt een gemiste kans. En daarom moet Vlaanderen mee met zijn tijd. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik heb niet echt één iemand waarvan ik zeg van dat is nu mijn voorbeeld. Ik denk dat het belangrijk is als je als, je als jonge politicus een nieuw elan wil brengen, het op een nieuwe manier wil doen, dat je vooral jezelf moet blijven. Ik denk wel als ik kijk wie mijn voorbeeld is momenteel, is dat Alexandria Ocasio-Cortez. Uh, het jongste parlementslid in Amerika. En waarom? Eén omdat zij zeer jong aan politiek begonnen is, is 29, binnen 26. Maar in Amerika heeft men helemaal die cultuur niet om jongeren een kans te geven in de politiek. Dus zij is daar tegen de verwachtingen in doorgebroken. Zij heeft het ook gehaald van het establishment. Zij heeft daar opgebokst tegen wat ik hier noem de grijze maatpakpolitici. Ik heb niets tegen maatpakken en ik heb niets tegen mensen die grijs worden, maar ik bedoel daarmee een cultuur van oudere politici, mensen die vastgerust zijn in een aantal dogma's, in een aantal heilige huisjes. En ik denk dat we als mijn jonge generatie moeten zeggen, uh, fuck het status quo en, en we gaan voor waar we zelf in geloven. En dat toont zij heel goed aan. Zij staat voor een aantal heel principiële zaken, herverdeling van de welvaart. Um, ja, goede gezondheidszorg voor kinderen, zij komt uit een regio, de Bronx, waar het echt niet zo, niet zo goed is voor heel veel mensen om te vertoeven. En zij toont heel hard aan dat zij van het Amerikaanse model eigenlijk naar een soort Vlaams-Belgisch model, waar, een soort, waar ze wel een soort sociale zekerheid inroepen, die wij hier hebben. En wij willen eigenlijk vandaag een soort zorgzekerheid inroepen. 75 jaar geleden hebben we sociale zekerheid als socialisten eigenlijk vormgegeven. Dat wil zeggen, als je je been breekt, ja, je gaat naar het spoed, dan kijk men niet veel er op je bankkaart staat, dan wordt je geholpen. Los van wat er plaats, tijd of geld is, je wordt geholpen. Wij willen een, nu een zorgzekerheid invoeren. Dat houdt eigenlijk in, los van het feit dat er plaats, geld of tijd en middelen zijn, als je problemen hebt, moet je geholpen worden. En niet drie, vier jaar van het kastje naar de muur gestuurd worden of tien jaar moeten wachten op een huis voor mensen met een beperking. Dus dat zijn keuzes die je maakt. Toen werd gezegd dat dat niet mogelijk was. We hebben dat gedaan. Nu wordt ook gezegd dat onze voorstellen misschien niet haalbaar zijn. En ik ben heel strijdvaardig om te tonen dat dat wel kan, dat dat een keuze is. En da daarbij kijk ik heel graag naar de manier waarop Ocasio-Cortez het doet. Omdat ze ook zeer inspirerend werkt op andere kanalen. Ze, ze bespeelt natuurlijk de, de klassieke media, maar ze gaat ook voor een deel toch wel uh, haar, haar aandacht genereren op uh, Twitter, Instagram, Facebook. Om mee te zijn met die nieuwe generatie die daar heel actief op is. En het is heel belangrijk als je een ideaal hebt, ergens voor strijd, dat je op de juiste kanalen de juiste mensen bereikt om je om ideeën weer te geven. Wat zijn uw politieke interesses? Mijn interesses, ja, alles hè, zou ik moeten zeggen. Maar momenteel denk ik vooral welzijn, hè. thuiszorg. Ik heb uh, vorige week uh, met cijfers geanalyseerd. Van, uh, van de minister uh, hier zelf. En die bleken niet zo goed, zoals eigenlijk geen enkele van de zorgcijfers, dat er een. Uh, de cijfers tonen aan dat er een gigantisch grote tekort is in thuiszorg. En waarom is dat een groot probleem? Omdat als we de mensen thuis niet verzorgen, ze sneller naar een rusthuis moeten. En dat is onbetaalbaar aan het worden en daar zijn de wachtlijsten ook lang. En iedereen wil oud worden, maar je wil eigenlijk zo lang mogelijk jong blijven. Je wilt zo lang mogelijk in je eigen omgeving kunnen oud worden. Dus ik denk dat zorg iets is dat mij aanbelangt en waar ik. Uh, Waar ik ga blijven verder zetten. Maar ook ondernemen. Ik heb een eigen festival. In mijn regio onderneem ik uh, behoorlijk wel wat events. Ik ken ook veel jonge ondernemers. Uh, er zijn ook heel wat mooie voorbeelden. De, kijk maar naar de KBC-toren met de start-ups. Kijk maar naar uh, succesverhalen, zoals bijvoorbeeld Get Driven, een app die de hele wereld aan het, aan het veroveren is. Um, dus ondernemen en werk. Ik denk werk, ik. ik zie heel graag mensen werken. Eigenlijk. Of dat nu met je handen is, in een horeca of met je hoofd. Ik vind ook dat werken veel meer beloond moet worden. Wie zijn best doet, moet beloond worden. Hij krijgt soms de opmerking: dat klinkt nogal liberaal. Dat klinkt nogal als een hardwerkende Vlaam. Ik vind dat helemaal niet. Ik vind gewoon dat wie zijn best doet niet genoeg beloond wordt. Ik vind dat de gewone mens, om het zo te zeggen, die gaat gaan werken, vaak te veel verdient voor sociale voordelen en te weinig krijgt om echt een. een, een ja, een zorgeloos leven te leiden. We moeten zorgen voor meer zekerheid voor mensen die gaan werken. Daarom bijvoorbeeld stellen wij een hoger minimumloon voor. Dat is positief voor mensen die dag in dag uit gaan werken. Mijn handen, mijn hoofd, om ook bij te dragen aan het systeem. En voor mij is dat net socialisme tout en, en solidariteit. Dus als je bijdraagt aan het systeem, dan moet je ook op het juiste moment iets terugkrijgen van het systeem. En dat heeft natuurlijk repercussies voor mensen die, die niet bijdragen aan het systeem, natuurlijk. En die moeten er van tussenuit. Wat kan er anders en beter in de politiek? Um, heel veel. Ik denk dat we, qua inspraak of qua manier waarop dat we communiceren, dat het anders moet. We zien nu heel veel, als ik, het dan, als ik dan kijk naar migratie bijvoorbeeld, um, heel veel partijen die problemen opkloppen en die oplossen. En ook al. Lukt dat momenteel volgens mij zeer goed in de peilingen? Het probleem opkloppen, zie ik niet naar waar dat, dat, naar waar dat, dat leidt, naar waar dat, dat toe gaat. Soms kan je dingen wel oplossen. Wat wij bijvoorbeeld zeggen over migratie is, neem de problemen zoveel mogelijk aan bij een wortel, bij de oorzaak. Wanneer is de, de, de toevlucht van de Syrische vluchtelingen echt pas op gang gekomen in 2015? Niet omdat Europa toen gezegd heeft, kom maar allemaal naar hier, maar omdat het World Food Program zonder geld zat. We hebben niet geïnvesteerd in opvang en bescherming in de regio toen. Dus mensen die geen eten hebben, ja, die slaan op de vlucht om eten te krijgen. En dat we niet iedereen hier kunnen opvangen, daar, daar is volgens mij bijna iedereen het over eens. Dus dat wordt altijd zo geframed alsof dat de discussie is. De discussie zou veel eerder moeten zijn, hoe gaan we het oplossen dat mensen niet tot hier moeten vluchten? Want niemand vlucht voor zijn plezier. Het is niet gemakkelijk, maar ik denk dat je net in de politiek zit om geen gemakkelijke keuzes te maken. En om mensen uit te leggen waarom iets moet, waarom het gecontroleerder moet. Waarom we niet iedereen hier kunnen opvangen, maar waarom het vooral... Menselijker moet, waarom we niet mogen aanvaarden dat kinderen hier nog uh, op straat slapen zonder ouders, waarom we het eigenlijk ook niet mogen aanvaarden dat er nog altijd mensen verdrinken op zee. Dus we moeten voor oplossingen zoeken en niet zozeer problemen opkloppen. Ik denk dat we daarmee een, een foutief signaal sturen, dat we daar een zeer grote antipolitiek mee voeren, maar ook dat politici zelf het goede voorbeeld geven. Ik heb onlangs vernomen dat de regeling van langdurig zieken bijvoorbeeld. Je kan als je langdurig ziek bent op een uitkering terugvallen 40, 60 procent van je loon. Ongeveer. Dat hangt een beetje van situatie tot situatie af. Maar bij politici, als ze langdurig ziek zijn, is dat 100 procent. En als ik dat dan zeg, dan noemen ze mij een populist. Maar ik stel alleen maar de vraag: waarom is dat verschil? Waarom, als je het volk vertegenwoordigt, heb je een andere behandeling dan het volk zelf? Nog zoiets. Ik begrijp bijvoorbeeld niet waarom politici een eerste klasse-abonnement op de trein krijgen. Um ik ben eigenlijk tegen tweede klasse zal ik zeggen. Waarom? Ik vind dat iedereen in eerste klasse moet zitten. En wat bedoel ik daarmee? Ik vind dat iets heel ouderwets, het, het, de opdeling tussen eerste en tweede klasse. Ik begrijp dat niet. Ik denk als we iedereen zoveel mogelijk op die trein willen krijgen, dat we moeten zorgen dat de capaciteit zo groot mogelijk is en dat de kwaliteit en het comfort zodanig goed is dat iedereen zich in eerste klasse voelt, waardoor je sneller een trein neemt. Dus die onderverdelingen die, of die, ja, die scheeftrekkingen snap ik niet goed. Ik denk dat de politiek. Um, ja, het anders en beter moeten doen, het goede voorbeeld moet geven. Er zijn heel veel politici die hard werken, dus dat staat, uh, staat buiten kijf. Maar ik denk dat we terug een positief verhaal moeten maken van politiek. Een beetje het zuur uit de politiek moeten halen of uit de perceptie en, en, uh, en de, de demagogie die er rondheerst. Die sommige partijen er ook bewust elke dag inspuien. En laat mij dan maar het, het antigif zijn die uh, met een positief, eerlijk verhaal gaat proberen komen. Hè. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een trui meegenomen van mijn echte passie. Dat zijn onze kampen met jeugd. Dat is eigenlijk heel fijn. Dat zijn kampen zoals iedereen op campus geweest vroeger met jeugdverenigingen. Maar wat onze kampen uniek maakt, is dat we een twee maand kamp hebben, eigenlijk, waarbij je altijd kan inschrijven voor een deel. Maar wat ons vooral uniek maakt, is dat we een aantal jaren geleden, denk ik denk 20, 30 jaar geleden, ons hebben opengesteld ook voor kinderen uit bijzonder jeugdzorg. Of de koer. Dat houdt in dat kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd worden, die geen ouders hebben, die uit problematische thuissituaties komen en die in um in instellingen uh, zitten, die instellingen sluiten of er, is, of er is geen plaats, dat die bij ons op kamp kunnen komen aan een, aan een voordelig tarief en dus onze kampen zijn voor iedereen en die we ja, hebben in een zomer vangen wij ongeveer uh, 1.400 kinderen op of zo, dus dat is, dat is echt huge uh, en dat is maar een klein deel van niet bijzonder jeugdzorg, maar het is wel heel belangrijk, vind ik, vanuit ideologisch standpunt, dat we ook kinderen die, die van één miserie moment naar het andere miserie moment gaan, dat we die opvangen op een bepaalde manier en dat we zorgen dat die, dat die een leuke zomer beleven. En ik heb daar al heel veel meegemaakt, heel veel met onze vrijwilligers. Ik doe dat niet alleen, he, trouwens. Er zijn uh, heel veel vrijwilligers die, ja, die, die hun vrije tijd opgeven om met, met jongeren bezig te zijn. En natuurlijk ja, als je um, jongeren toelaat die met een rugzak vol, die hebben een valies mee met kleren en een rugzak vol miserie en ervaringen van, uh, van in hun verleden, ja dan um, dan geeft dat een bepaalde dynamiek aan uw kamp. Dat zorgt voor extra inspanningen, dat zorgt voor extra problemen soms ook op onze kampen. Wij nemen dat er graag mee. Een voorbeeld, bijvoorbeeld, om het, om het heel concreet te maken: twee jaar geleden staat er plots een, een combi bij ons op kamp. Uh, ja, we verschieten even, we denken: oei, we hebben, we hebben uitgesproken misschien met de monitoren. Maar het waren uh, twee broers, uh, vier en vijf jaar, die van de rechter geplaatst waren bij ons, omdat er geen plaats was. Dus de moeder had een heroïneverslaving. Ze woonden in het station van Oostende onder een kartonnen doos. Kind van 4 en 5. Uh, ze gingen al maanden niet naar school, dus ze werden gezocht. En dus de moeder was echt over de kinderen kwijt. En er was geen plaats, dus het rijke Vlaanderen had geen plaats om die twee kinderen op te vangen. En werden ze bij ons gedropt, letterlijk. Met zakken van den al die heel een inboedel bij ons op kamp. Nu, natuurlijk, we kunnen dat niet altijd voor iedereen doen, dus ik zeg dat nu, dat mag geen precedent worden, maar het toont wel aan hoe triestig het gesteld is met onze zorg voor kinderen. En het is een ver van, van onze bedshow, ik denk, uh, waarom wordt daar zo weinig over gepraat hier in het Vlaams parlement? Ja, die kinderen kunnen niet stemmen, hè. Dus, dus dat is geen, geen kiespotentieel voor, voor velen waarschijnlijk. Uh, heel veel mensen zijn niet graag bezig met zo'n miserie, ik snap dat, dat wordt mij ook... Uh, Gezegd dat je hier geen verkiezing mee wint, zo so be het, maar dat is wel iets waarom ik in de politiek stap, omdat ik denk: ja, er zijn zoveel zorgverleners, zoveel vrijwilligers, zoveel mensen die dag in dag uit willen zorgen voor mensen. Denk maar aan pleegouders, denk maar aan sociaal consulenten, aan maatschappelijk werkers, aan opvoeders, aan leerkrachten, die dag in dag uit voor andere kinderen willen zorgen, maar die door Kafka, door regulering, die door een gebrek aan middelen, een gebrek aan tijd, een gebrek aan geld, een gebrek aan organisatie, een amateuristische organisatie eigenlijk, niet Genoeg voor die kinderen kunnen zorgen. Ik denk dat we ons als samenleving enorm de vraag moeten stellen hoe we hiermee omgaan. En, uh, ik ben gigantisch fier op ons kamp dat we dat, we dat doen voor die kinderen. En uh, gigantisch fier op alle vrijwilligers, want ik ben natuurlijk de enige niet. Er zijn heel veel vrijwilligers die, uh, die dat mogelijk maken. Dat we, dat we vooral duidelijkheid kampen hebben voor alle kinderen. Ik heb zelf altijd op die kampen gezeten ook en ik kom niet uit de jeugdzorg. Um, en dat we ervoor zorgen dat er een sociale inclusie is waarin we aan iedereen duidelijk maken dat je met iedereen moet kunnen samenleven. En, en allez, ik zeg ook altijd, een kind uit de jeugdzorg komt of niet, een kind dat voetbalt, is dus een kind dat voetbalt hoor. Dat staat niet op hun hoofd geschreven, of als ze uit de jeugdzorg komen of niet, dus je merkt dat niet. Alleen heb je extra inspanningen nodig, een andere benadering. Um, ja, meer geduld soms ook wel, want het zorgt soms wel wat voor, uh, voor wat tafereelen, zeg ik maar. En, uh, en wij nemen dat er graag bij. En ik vind dat de samenleving dat er ook moet bijnemen, uh, omdat het uh, investeren in kinderen altijd een terugverdieneffect heeft, en het niet doen, is eigenlijk een probleem laten veretteren. En, uh, en die puist die barst ooit. En uh, daar betalen we dan als maatschappij wel een prijs voor later.